Hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Het is vrijdagavond voor mij en ik ga vertrekken naar Celine. Want ik denk dat Nick gaat feesten of zoiets met de basket. En Celine wil niet alleen slapen. Dus heb ik me opgeofferd en ga ik slapen bij Celine en Noah. Eerste sleepover, nu dat Noah er is. Kei spannend. Eerste keer dat ik 's nachts met een baby in de kamer ga slapen. Dus ik hoop dat die goed doorslaapt, zodat ik ook kan slapen. Maar we zullen zien, dat is nieuw voor mij. Maar ik ben heel benieuwd. Kijk, ik ben ondertussen al even bij Celine. En we gaan al slapen. Ik heb nog niks gefilmd. Maar het is slaaptijd. Ga slapen, hè? Ja. Tante Celine. Oei, oei. Ik moet terug naar het lichtje gaan. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Hey Noah. Vind je die liggen? Ja. Hey. Zijn je aan het kijken? Zullen we Noah heeft echt heel flink geslapen. Ja. Het is 9:30 al. Ja. Dus ik dacht echt deze morgen van, oh het is 8:00 of zo. Het is 9:30 en die was nog niet wakker. Dus dat is kei flink. Ja. Ik heb echt goed geslapen, ik heb niks gehoord. Celine iets minder. Ja. Die heeft het wel gehoord en zo. Maar ja, ja, ik denk ook wel, dat ja. Normaal, als dat uw kind is, ja, ja dan. Mm-hmm. Dan hoort je dat. Ja. Ik merkte niks. Dus top. Breakfast ten huize, nice family. Yummy. Ik vind die muesli echt wel lekker. Ja. Ja. Mm. En daar zitten chocolade hartjes in. Een peperkoek met Nutella. Yummy. Hey. Ik ben terug bij mijn ouders ondertussen. Is dat echt of wat? Leuk als een ijs. Hallo. Hey. En we gaan in de chalet bij papa. Papa heeft eten gemaakt. Dus ik ben benieuwd wat hem heeft gemaakt. Duitse avond in de chalet. We hebben ijsbein. Kartoffel. En bokworst. Schweinebakken. En u noemt dat sauerkraut, zuurkool. Ja. Mm. Dank u voor de wijn. I'm going inside, want ik heb morgen fotoshoot van Bobo, fotoshoot, modeshow van Bobo Tremelo en ik wil het niet te laat maken, dus het is nu 9, het is nog niet zo laat, maar time to go inside. Hè. Ik lig in bed, ik heb mijn gezicht een beetje verzorgd, want ik heb hier een pukkel, hier, maar ja, het komt goed hè. Ik hoop dat ze mij morgen goed schminken, maar dat zal wel. Ik ben nu nog even online shopping aan het doen. I know, it's bad. Maar ja, dat is wat ik aan het doen ben. Want het is nog maar 9:20. Ik denk dat ik misschien nog iets ga kijken. En dat ik dan rustig aan ga slapen. Ik ga jullie ook nog mijn tattoos laten zien. Een update. Want nu zijn de plakkers eraf. Ik weet niet als jullie het zo zien. Oké, dit is het vallende sterretje. Het is nog altijd heel zwart. Keep in mind, eer dat dat zo wordt. Duurt wel even eer dat zo minder zwart wordt natuurlijk. Dan hebben we deze. De Why Not. Die... Dat is ook nog wel zo. Ah, hier hangt nog zo wat beetje inkt en vuil, maar ja, ik mag er nog niet te hard over wrijven. Why not? En dan hebben we deze nog. Here is sunflower. Dus ze zien er wel goed uit. Ze genezen goed. Dus dat is echt super. Ik hoop dat dat zo blijft gaan, maar ik heb tot nu toe nooit problemen gehad met mijn tatoeages. Ik ga de vlog hier ook afsluiten voor vandaag, maar ik ga morgen nog verder vloggen op Bobo Tremelo.
Dus slaap wel iedereen en ik zie jullie morgen vroeg. Vandaag ben ik op de Bobo Tremolo Show. Ik zit hier tussen de kleren. Maar meisjes zijn zich aan het omkleden en ompassen. Dus ongepast om te filmen. Maar ik heb net al mijn kleding gepast. Alles is goed. En nu ga ik in de make-up. Van de Bobo Tremolo Show. Het was echt super fijn. Ik had niet verwacht dat ik dat zo leuk zou vinden, maar het was echt heel tof. Dus ik ben heel blij dat ik mocht meedoen. Maar nu ben ik terug thuis en ga ik niks meer doen. Ik ga mijn schmink eraf doen. Ik ga in de zetel en ik ga chillen. Ik ben terug thuis. Zoals jullie zagen ben ik deze morgen naar Menzo Charlotte geweest. En voor de rest van de dag heb ik gesport. Ik heb mijn legging nog aan. En wat heb ik nog gedaan? Op kantoor gewerkt met Celine. Maar ik ga hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. Laat ook zeker een leuke comment na. En ik zie jullie overmorgen. Oh!